dik al gewonnen. Waar zijn jullie? Zie je, moet dat water. Ja, ja. Ja. En we zijn gevestigd in een kantoorpand. Mensen kunnen hier sporten, dus zodoende de naam Sportkantoor. Ik verwacht dat mensen die werkzaam zijn of in de binnenstad voor, tijdens of na werktijd lekker kunnen sporten en bewegen. En daarna weer zelfs naar het werk kunnen gaan. Omdat het sport en bewegen eigenlijk een onderdeel uitmaakt van de dag, zeg maar. Dus die combinatie daarvan, dat is ons ideaal plaatje. Vertel eens even, wanneer kunnen mensen hier terecht? De mensen die werkzaam zijn in dit pand kunnen 24 uur per dag hier sporten. De mensen van buiten dit pand kunnen op afspraak sporten. Dus onder begeleiding van een personal trainer of in groepsvorm, dus als bedrijf zijnde. En ook als individu. Dus eigenlijk zijn de mogelijkheden oneindig. Vertel. ik was in het verleden bedrijfsleider van Orbifit inderdaad. En dat is helaas een jaar geleden geëindigd. Waarna wij dit idee hebben geopperd van de sporthal in het sportkantoor. Kleinschalig, kwaliteit. Ons kent ons karakter. En daar is een heel grote vraag naar, denk ik, ook hier in Almelo. Dit is echt een uniek concept wat Thijs Blikmans hier neerzet. Een sportschool in een kantoorpand. Waarbij er wordt gezocht naar een verbinding met werk en vitaliteit. Geïnspireerd ook door SCEP, hè, en de filosofie van de ontwikkelaar van dit pand, dat je op zoek moet naar derde plekken. Hè. Dus er is wat meer dan wonen en werk, dat gaat meer door elkaar heen lopen naar de toekomst. We hebben Thijs Blikmans net gesproken en die zegt van ja, ik richt mij een beetje op onze achterburen, het politiebureau, ja. Ook op de brandweerkazerne, ja. Maar hij noemt ook de gemeente. Ja, en dat is hartstikke goed dat hij dat ook noemt, want zowel ambtenaren, politieagenten als brandweerlieden, die moeten vitaal zijn. Ja. Ik sport wel, ik ben vanochtend nog wezen hardlopen in Vassen. Daar laat ik mij ook een uur lang afbeulen door een personal trainer, dus ik ben wel bekend met het concept, zeg maar. Dus ik ga hier zeker wel een keer een kijkje nemen, alleen mijn agenda is dusdanig druk en we verwachten aan het einde van deze maand ook nog een kleine, dat ik me niet kan committeren tot 2 keer, 3 keer per week structureel hier naartoe, maar ik probeer in de randen van de dag, zeg maar, iets op te zoeken. En dat is het mooie van dit concept. Mensen die hier ook straks naar het sportkantoor kunnen en willen, die kunnen ook 24 uur, 7 dagen in de week hier volgens mij naar binnen, wat ik net begreep.